Goedenavond. Het is een groot voorrecht voor mij om vanavond met u na te denken over zo'n kwetsbaar thema. Zo teer en zo ook moeilijk. Omdat het zo persoonlijk is. En ik heb één tekst die ik echt koester voor deze avond. En dat is namelijk dat als we zeg maar vanavond nadenken over verdriet en pijn en verlies. En hoe dat in het persoonlijk leven eigenlijk ingrijpt. En er zijn zeker mensen die echt met heel veel pijn en heel veel verdriet. En misschien wel in een diepe rouw hier in ons midden zijn. Dan heb ik één diep verlangen. En dat is namelijk als die drie apostelen de Heer Jezus zien dat hij verheerlijkt wordt. Dan staat er eigenlijk in Markus 9 één tekst die me diep geraakt heeft, ook als voorbereiding op deze avond. En dat is namelijk dat er staat en plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En door alle tranen die er soms zijn, die onze zicht vertroebelen op wie Jezus is, wil ik eigenlijk heel graag bidden dat door deze avond heen en door het lied heen, maar ook door de lezing heen, dat we iets mogen proeven dat Jezus hier in ons midden is. Ik weet dat hij hier in ons midden is. En dat we opeens plotseling dat moment kennen, heel persoonlijk, dat we om ons heen kijken en we zien Jezus alleen. Want dat is de enige troost die de troost kan geven. Niet onze woorden, niet onze voorbereidingen. Maar dat hij echt verheerlijkt wordt in ons midden. En dat hij de troost echt geeft. Dat hij echt hem ziet en mag ontmoeten. Ik mag nu al 40 jaar met mijn vrouw samen in een plaatselijke gemeente dienen in Midden-Limburg. En daarvan 36 jaar als oudste. En in die jaren heb ik heel veel gesprekken gevoerd met mensen die lijden. En ook gezien, zeg maar, dat mensen die zich tegen God gaan verzetten en hem afwijzen. En vaak zijn, die oorzaak was de beproeving en het lijden. Dat waren vaak de belangrijkste oorzaken. En hoe vaak heb ik me niet met mensen gesproken die zich de vraag hebben gesteld, hoe kan nu een goede God, een rechtvaardige en liefhebbende God, zoveel pijn en ellende en nood toelaten? Waarom hebben zoveel goede mensen te maken met buitenproportioneel lijden? En daarentegen mensen die God nog gebod volgen, eigenlijk oneerlijk en egoïstisch zijn en toch een voorspoedig leven leiden. En zoals Asaf die psalm eigenlijk schrijft, dat hij zegt, ik ben bijna uitgegleden omdat ik jaloers was op de dwaze toen hij de vrede zag van de goddeloze, fris van kracht, verkeren niet in moeite en ze worden niet gekweld. En de grote vraag steeds bij mensen is, en zeker bij gelovigen of soms bij, vaak ook bij ongelovigen, waarom treft het kwaad goede mensen? En ik heb deze lezing, die heb ik dus genoemd naar een psalm die zegt, doe mijn tranen in een kruik, staan zij niet in uw register. En ik werd tijdens die hele lezing en eigenlijk ook al in de bediening die we zo mogen uitvoeren en mogen voorgaan in de gemeente en mensen, ook in stervensbegeleiding of mensen die grote verliezen te maken hebben, dat je daar kort bij mag zijn, dan zie ik eigenlijk dat God die tranen, zoals hier die psalm zegt, hij doet ze in een kruik, hij ziet ze en hij vangt ze op. En nog meer, ze staan opgeschreven. De tranen die je huilt, die zijn in een register. Die worden opgeschreven. En dat geeft zoveel aan hoe kostbaar het is. Dat God zegt, ik vang deze tranen op. Het geeft kostbaarheid aan. Waarom? En ik wil graag dat we tot inzicht komen dat lijden en verdriet een plaats krijgt in de plaatselijke kerken, in de plaatselijke gemeentes.
dat lijden er mag zijn, dat het er is, en dat we gaan leren om te huilen met diegenen die huilen. Dat staat in Romeinen 12, vers 5, dat we blij mogen zijn met diegenen die blij zijn. En dat is dan moeilijk, zonder jaloers te worden. Maar er staat, als je blij bent met diegenen die blij zijn, en om te huilen met diegenen die huilen. En ik denk dat we dat, zeg maar, alleen maar leren door dieper inzicht te krijgen over lijden en verdriet en moeite en iemand daarin te ontmoeten. Hem niet te isoleren, maar hem te ontmoeten en te omarmen. En ik wil vanavond in alle voorzichtigheid en in alle fijngevoeligheid aan de hand van het boek Job wil ik samen met u kijken naar het lijden waarin het boek Job ons eigenlijk openbaart dat lijden ons kan brengen tot een veel diepere niveau van ontmoeting met Heere God. En dat God door het lijden heen op een ook ontzettende, bijzondere wijze zich kan openbaren. En dat we daarin, zeg maar, veel meer inzicht eigenlijk krijgen, ook niet alleen om zelf het lijden in ons leven, zeg maar, een plek te geven en het te verwerken en het soms uit te schreeuwen naar de Heere God, kan het niet op een andere manier. Maar ook diegenen die daar omheen staan, doordat je dus inzicht hebt dat je niet een van zo'n vriend wordt, zoals Job had, een van die drie vrienden, of alle drie die vrienden, die eigenlijk geen kant op konden met het lijden van Job en daardoor het lijden nog veel dieper maakte. En dat zie ik ook nu. Doordat er geen inzicht is in de kerk en geen inzicht in de gemeente en dat eigenlijk de enige oplossing is genezing. Maar we weten allemaal dat het niet zo altijd gaat. Vaak en meestal niet. En doordat we dan meer inzicht krijgen in het lijden, kun je ook veel beter met mensen echt omgaan en ze bij hen staan. En ik hoop ook dat diegenen die hier vanavond echt zo zijn met heel veel verdriet, dat ze een ontzettende troost uit deze lezingen halen. Ik wil met u een stukje lezen uit het boek Job. Het is zeker bekend, maar toch wil ik een paar versen daaruit lezen, zodat wat ik u wil lezen is Job 1, waarin eigenlijk wij iets lezen wat Job niet wist, zijn vrienden niet wist en ook zijn vrouw niet wist. Je moet dit eerste hoofdstuk, ik ga het niet helemaal lezen, maar een paar versen eruit lezen. Maar dat hij begrijpt dat wat zich achter de schermen eigenlijk afspeelt, wist Job niet. Wist zijn vrienden niet. Wist ook zijn vrouw niet. Het boek Job begint dat hij een man is vroom en oprecht, godsvrezend, en hij keerde zich af van het kwaad. En dan blijkt eigenlijk een stukje achtergrond wordt er gegeven dat hij 7 zonen heeft en 3 dochters en dat hij ontzettend veel bezit heeft. En dan staat er op een gegeven moment, op een dag, dat je ziet ook in dat gedeelte dat hij een geweldige vader is, want hij draagt zijn kinderen, eigenlijk staat er dat hij steeds weer alle dagen voor zijn kinderen bad. Hij was echt een prachtige vader. En dan staat er in vers 6, het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om een opwekking te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt die vandaan? En de Satan antwoordde en de Heere zei, van het rondtrekken over de aarde en van het ronddwalen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godsvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen de Satan, zie alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken.
En de Satan ging weg van het aangezicht des Heeren. En dan zie je dat er die enorme gevolgen komen, dat er, zeg maar, de knechten die vallen aan de scherpte van het zwaard. Dan zie je uiteindelijk ook dat uit zijn hele bezittingen in rook opgaan. Maar het allerergste is dat zijn kinderen omkomen. 7 zonen en 3 dochters. En als die rampen hem 1 voor 1 worden, zeg maar, verteld, dan staat er op een gegeven moment in vers 20. Toen stond Job op, scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarin terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijms toe. Dan gaat hoofdstuk 2 gaat weer verder, dat weer hetzelfde. Satan komt voor Gods aangezicht en dan zegt hij tegen hem, neem hem maar zijn gezondheid af. Dan zul je zien dat hij afvallig zal zijn. En dat gebeurt dan en die vrienden gaan hem dan opzoeken, die 3 vrienden, en dan herkennen ze hem niet. Zo erg is het met hem gesteld. En uiteindelijk zie je dan dat er het hoofdstuk 3 begint. Met daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Zo groot is die nood. En het eerste wat ik u heel graag wil zeggen is dat het niemand toekomt om tegen een rouwende en lijdende persoon te zeggen, zoals in Romeinen 8 vers 28 staat, dat God alles doet weten werken ten goede. Er is een periode in mijn leven geweest dat ik het ontzettend moeilijk had. En welgemeende, oprechte aanmoedigingen kwamen mensen naar me toe en zegt Miel, God doet dat medewerken ten goede. En ik had er echt niks aan. Het komt alleen iemand die rouwt en door dat rouwen heen gaat. En als je dan het grote verdriet hebt, het grote lijden, dat een van je kinderen overlijdt, of een kleinkind, of een echtgenote, of echtgenoot, of een echtscheiding, of het niet krijgen van kinderen, of het verlies van je werk, of verlies van je gezondheid, of een scheuring in de kerk, wat vaak midden door de gezinnen heen gaat, dan is het geen troost als jij komt met God doet het medewerken ten goede. Dat is wel een uitspraak of een waarheid die daadwerkelijk zo is, maar het is wel belangrijk dat je echt mag zien dat God een weg eigenlijk met iemand gaat die op een dieper niveau komt. Maar het is alleen de persoon die door het lijden heen gaat en terugkijkt, die kan zeggen, ik heb door deze gebeurtenissen God op een veel beter en veel dieper niveau leren kennen. En ik ben daardoor meer naar op Jezus gaan lijken. Maar dat mag die persoon alleen zeggen. Hij kan terugkijken. Weet je, ik moet zo denken aan de moeder van Jezus die aan het kruis stond en haar zoon zag lijden en sterven. En als dan iemand bij haar was komen staan en zei, Maria, God doet alles medewerken ten goede. Vandaag is Goede Vrijdag. Dan ga je voorbij aan de profetie die door Simeon in de tempel gesproken werd, door aan Jozef en Maria. En dat de Heere God tegen Simeon zegt, zeg tegen Maria, door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. En dat is beide waar. God doet het medewerken ten goede. Maar het is ook waar door een ziel een zwaard kan gaan. Dat er zoveel pijn is en dat op een verkeerde moment toch waarheid te spreken, maakt die waarheid eigenlijk ongeloofwaardig. En in deze gebeurtenissen en in deze omstandigheden is dat niet passend. Want soms blijft in dit leven verborgen hoeveel verdriet en leed zou kunnen meewerken ten goede. We zien dat soms niet hier. Daarom moet je ook ontzettend opletten met zoiets te zeggen. Alhoewel het waar is, is het niet altijd hier in dit het hier en nu.
is het eigenlijk zichtbaar. En Job, die na alle lijden van, zeg maar, geen antwoord krijgt, en later, zeg maar, God zich wel openbaart, die zegt tegen zijn vrienden dat hij het volgende zegt: ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dan dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. Dat is in hoofdstuk 42. Als hij terugkijkt en een ontmoeting heeft met God, dan kan hij dit zeggen: ik weet niet dat niets buiten uw macht is. Terwijl al zijn vrienden die eigenlijk om hem heen staren, dan vindt hij eigenlijk, zeg maar, hij vindt dan in die ontmoeting, zegt hij dan: u zei, luister, nu zal ik spreken. Ik zal je onderweg ondervragen, zegt God tegen hem. Zeg mij wat je weet. En dan komen die woorden: ik heb u horen spreken en nu heb ik gezien wie u bent. Daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Op het moment dat God zichzelf openbaart aan hem. En na die openbaring van God vindt hij troost. Maar Job vindt troost, maar u moet goed begrijpen, als u het hele boek bestudeert, hij krijgt geen antwoorden. Hij krijgt nergens een antwoord. En hij vindt eigenlijk, hij krijgt geen antwoorden. En nergens krijgt nog een mens nog van God antwoorden. Hij vindt troost en wij mogen achter de schermen kijken. Wij mogen iets dieper kijken. En laten we zo die draad oppakken naar datgene wat ik u heb ingeleid. Die vrienden van Job, die zijn 7 dagen en 7 nachten bij hem geweest, zonder dat iemand een woord sprak na die rampen. En dat was het beste wat die vrienden hebben gedaan. Weet je, hoe groter het verlies, heb ik gewoon geleerd, als ik dan bij mensen kom, hoe minder woorden dat ik gebruik. En soms gewoon helemaal geen woorden. Dat je alleen de hand pakt en meehuilt. Dat is het, meer kun je niet doen. En hoe meer we dan praten, hoe groter het verlies is, hoe meer we praten, hoe meer we stuk maken. En je ziet ook hier in die hele geschiedenis zie je eigenlijk het grote misverstand wat er is rondom het lijden. Want ze zoeken een verklaring. Die drie vrienden die zoeken een verklaring. En Elifas, dat is een van die vrienden, die vat het eigenlijk als volgt samen. Dat hij tegen Job zegt: denk er toch aan, wie is ooit als onschuldig omgekomen en waar zijn er ooit oprechten uitgegroeid? Maar zoals ik gezien heb, zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, oogsten dat ook. Door de adem van God komen ze om. En door het blazen van zijn neus worden zij vernietigd. De boodschap van Elifas is eigenlijk: Job, je had niet zo hoeven te lijden als hij God meer had aanbeden. Je had niet zo hoeven te lijden als je maar gehoorzaam was geweest. God zou nooit, zeg maar, onrechtvaardig zijn als hij dit allemaal liet gebeuren. Hij zou onrechtvaardig zijn als hij dat allemaal liet gebeuren zonder reden. Dus als Job wil dat alles weer goed komt, dan moet hij zijn zonde beleiden en netjes gaan leven. Dat is de boodschap. En dan zie je zelfs dat is een trend, ook nu, dat onbewust of onbewust gedacht wordt. En je ziet het ook in het leven van de discipelen, van de apostelen. Dan zie je ook dat eigenlijk in ons leven is vastgeroest. Want in Johannes 9, vers 1 en 2, daar gaat Jezus voorbij aan de blindgeborene. En de apostelen, de discipelen vragen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Er is een algemene heersende gedachte dat lijden komt door zonde. En het motief hierachter is natuurlijk heel goed bedoeld, maar misplaatst. We willen God niet beschuldigen van onrecht tegen onschuldige mensen. En er staat immers dat God bemachtigdheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben, zegt de Heer God, en mijn geboden in acht nemen. Deuteronomium 5, vers 10.
Dus goede dingen zeggen en toch helemaal de plank mislaan. En natuurlijk is het zo dat verkeerd gedrag vroeg of laat pijnlijke gevolgen heeft. En als we moeite ervaren in ons leven, is het zeker goed om daarover na te denken en met God over te spreken. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles. Ons geloof is niet een geloof wat bouwt op goede werken. Een geloof is niet iets wat het juiste gedrag, dat dat beloond wordt en goede moraal. Dat we daardoor een goede relatie met de Heere God krijgen. Het is echt genade, daar zal Krijn zo dadelijk over spreken. Het is een onverdiende gunst. Want in Job 5, vers 6 zegt, want verdriet komt niet uit, zegt Elifas, die zegt dan weer in Job 5, vers 6. Want verdriet komt niet uit het stof voort en moeite komt niet uit de aardbodem. Er moet iets zijn in je leven, Job, dat dit je allemaal treft. Het komt niet zomaar. God laat dat niet zomaar toe. Er moet een reden zijn. En wat Elifas daarmee bedoelt is dat het lijden niet vanzelf plaatsvindt. Hij doet het alleen, of je doet, hij doet, zeg maar, hij gaat helemaal voorbij aan de zondeval en dat er een hoger doel zou kunnen zijn achter de lijden. En dan zie je eigenlijk dat Job, die heeft twee kansen. Die heeft eigenlijk twee keuzes. Of het ene is dat hij dat gelooft wat zijn vrienden zeggen en zijn leven gaat onderzoeken. En gaat zoeken van waar ligt het probleem in mij? Wat heb ik verkeerd gedaan tegen God? Waar heb ik gezondigd, bewust of onbewust? Was ik nog niet oprecht genoeg en nog niet godsvrezend? Of hij zegt God vaarwel. Omdat hij God niet kan vertrouwen. Omdat hij een godsbeeld zou hebben gehad waarin God eigenlijk degene is die hem zegent. En het bijzondere is, hij doet geen van beide. Hij doet geen van beide. Hij schreef het wel uit. Hij schreef het uit en zegt, maar Job antwoordde en zei, och werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. En legde ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zee. Daarom zijn mijn woorden ondoordacht. En dan zegt hij in Job 16 vers 2, hierop antwoordde Job, dit soort dingen heb ik al zo vaak gehoord. Dat zegt hij tegen zijn vrienden. Ik heb dat al zo vaak gehoord. Niets van die ellende brengt me jullie troost. Al deze dingen die om hem heen gebeuren. Alles wat zijn vrienden zeggen. Daar heeft hij geen enkele troost aan. Het brengt alleen maar ellende. Een eindeloze stroom van lege woorden. Wat drijft jou ertoe zo tegen mij te spreken? En dat zijn zijn vrienden. En dan zie je eigenlijk dat het... Dat de gedachte dat lijden dient als straf of als vergelding van persoonlijke zonde, brengt in een leven van mensen enorm veel grote diepe problemen, nog meer. En soms dan worden ze daardoor geïsoleerd. Soms is het zelfs zo dat ik heb meegemaakt dat mensen zichzelf schuldig voelen in een kerk, in een gemeente. Omdat ze moeite hebben, dat ze pijn hebben, dat het soms keer op keer in hun leven hen overkomt. En dan zie je eigenlijk wat hier eigenlijk de kern van de kwestie is. Dat is namelijk dat er, zeg maar, dat er, wij mogen achter die schermen kijken. En dan is de reden is, waarop is nu die relatie van Job met God gebouwd? Is God alleen voldoende? Welk fundament ligt onder zijn leven? En eigenlijk is het ook een strijd in de hemelse gewesten. Het antwoord wat je soms vraagt met mensen die waar je dan mee spreekt, die zeggen dan tegen je, waar heb ik dat aan verdiend? Wat heb ik dan nu gedaan dat me dit overkomt? En dan zien mensen die proberen in het lijden, proberen ze een oplossing te vinden. En je ziet vaak dat een gelovige vraagt zich af, heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik iets slechts gedaan? Want een goede God zou me hiervoor beschermen, als ik maar goed gedaan had. En een ongelovige, die zegt, er is geen goede reden te vinden dat deze persoon dit overkomt.
Een goede God zou dit nooit toelaten. En hij trekt de conclusie, God bestaat niet. Hij is tevreden. En het religieuze antwoord dat door Jobs vrienden verwoord wordt, en daarmee bedoel ik dat er een reden is dat je dit overkomt, omdat er een verborgen zonde in je leven is, er moet iets zijn in je leven, dat is ook nu de algemene trend. Echt. Omdat we lijden, heel moeilijk de diepte daarvan kunnen zien. En weet je wat heel belangrijk is, wat zijn vrienden niet wisten, wat zijn vrouw niet wist, dat is het volgende. Dat Job heeft niet met moeite en lijden te maken, ondanks zijn goedheid, maar vanwege zijn goedheid. Vanwege. Omdat de Satan komt en heb je Job gezien. Iemand vroom en oprecht. Een dienaar wordt hij genoemd. En dat is het probleem. Het is niet ondanks zijn goedheid, maar vanwege zijn goedheid wordt er zo, zeg maar, komt hij in het lijden terecht. En ja, je ziet dan in dat eerste hoofdstuk dat Job wordt voorgesteld als man van vroom en oprecht, godsvrezend. Hij keerde zich af van het kwaad. En dan is het zo dat je, zeg maar, ziet dat hij een zorgzame vader is. En op geen enkel terrein van zijn leven kon iemand iets van hem zeggen, hem beschuldigen. Elk van zijn kinderen had een eigen huis en werd voortdurend gefeest. En dat gaf aan de rijkdom van de familie op. Maar plotseling wordt deze man dan overvallen door een aantal rampen die zijn weerga niet kent. En de lezer die krijgt dingen te zien in het eerste hoofdstuk die Job en zijn vrouw en zijn vrienden niet wisten. Want Satan beschuldigt Job van een soort schijnheiligheid. Weet je, de diepte van dit hoofdstuk is eigenlijk dat God zegt tegen hem, dienaar, dan vindt de aanklager vindt het niet leuk, dienaar van God. En de insinuatie hier wat gebeurt is eigenlijk het leven. Is het volgende. Is het zonder reden dat hij God vreest, zegt de Satan. Is het zonder reden dat Job ontzag heeft voor u? U beschermt toch alles wat hij bezit? Tast maar alles aan wat zijn gezin aangaat en zijn bezit. En dan zult u zien dat Job zich van u afkeert. Wat zit daarachter? De Satan die zegt dat Job alleen een relatie met God onderhoudt om God te misbruiken. Dat hij zegt, u beschermt toch alle zijn bezit, tast hem maar aan. En dan, hij houdt van u, omdat hij zo gezegend is. Trek dat maar eens weg. U bent alleen maar een instrument, God, dat hij kan krijgen wat hij wil. En als je dat alles wegneemt, dan komt aan het licht waar Job werkelijk op steunt. En ten diepste, en die moet je echt opletten, als lijden gebeurt in het leven van een mens, is het ten diepste een aanval op God. Niet op de persoon, ook op de persoon, maar ten diepste een aanval op God. Want als Job door de mand valt, dan betekent dat God niet geslaagd is dat iemand hem kan liefhebben omwille wie hij is. Ik zeg dat nog eens. Als Job door de mand valt, betekent dat God niet daarin geslaagd is dat iemand hem lief kan hebben zo wie hij is. Alleen wat we van hem kunnen ontvangen. En dan zie je eigenlijk dat er gebeurt dat die test wordt te staan. Ik kan zo, zeg maar, bewonderen mensen in mijn leven. Er zijn mensen in mijn leven geweest ook. Die waar ik iets van geproefd heb, dat ze God aanhangen terwijl ze beetje bij beetje werden, stierven ze. Een vrouw van onze gemeentestichter, ik zag ze langzaam doodgaan. En ze kwamen daar op bezoek en dan zei ze, God is goed, God is goed, hij weet wat hij doet. En dat heeft mijn geloof gebouwd. En dan zie je eigenlijk dat je dat proeft, die liefde van God, wat hij zegt, niemand is zoals hij. Niemand is zoals hij.
Je proeft daar die intense liefde van God die Job heeft. En kun je je dan voorstellen wat het voor de Heere God betekent als hij zegt, niemand is zoals hij. En je wordt daarop uitgedaagd dat God zegt, ga je gang. Hier zijn de grenzen. Wat dat betekent voor hemzelf, voor God zelf. Hij staat het toe om Job op de proef te stellen. En dan kun je je afvragen waarom. Want God wist toch dat God van hem hield, dat Job van hem hield. Maar die liefde van Job zou een dimensie krijgen die een voorbeeld zijn voor ons, eeuwenlang. Dat ik hier maar over het boek mag Job mag spreken en over zijn leven mag spreken en mag zien wat er achter de schermen gebeurt. Dat we dat mogen leven en zien dat hij aan God vasthoudt. En tot eigenlijk als die de Heere God ziet dat hij zegt, ik heb het alleen maar van horen zeggen, maar nu heb ik u gezien. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Nu was ik getroost. Ik heb geen antwoorden meer nodig. Ik zoek geen antwoorden meer. Want ik heb u gezien. En dan zie je eigenlijk dat er een proef is van of er een uiterlijke godsdienstigheid is of een innerlijke liefde en toewijding op hartsniveau. Weet je, de Heere God die zegt, dit volk nadert mij met mijn mond en ze eren met mijn lippen, maar mijn hart is ver van mij houden. Wat God zoekt in ons leven, dat is niet een uiterlijke godsdienst. En hij geeft mensen die met lijden te maken gaan hebben, zoals Job. En zo kent u zeker mensen om u heen. En dan zie je eigenlijk dat zijn mensen die hun hart niet verre van hem houden, omdat ze geen uiterlijke godsdienstigheid, geen religieus gedrag hebben, want dan houd je het niet meer vol. En dan zie je dat de Heere God, dat Job dan zegt van, ik heb u horen spreken en nu heb ik u gezien wie u bent. Daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Weet je, de vraag is eigenlijk hoe kom je zover dat je zo diep en diepe relatie hebt met de Heere God op hartsniveau. Als ik dan in de Bijbel kijk, dan is de weg vaak door moeite, door lijden en door nood. Als ik naar die grote geloofsheiligen zie, naar Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Jeremia, Paulus, Petrus, Maria, de moeder van Jezus, allemaal zijn ze weggegaan van lijden, van nood. En dat maakt eigenlijk, en dat laat zien dat je, dat het mij ontzettend ontroert als mensen door een lijdensproces gaan, door een rouwproces gaan en ze houden zich vast aan God. Ze getuigen dan van zijn liefde en ze zien eigenlijk op de betrekkelijkheid van de aarde. Want weet je, we worden allemaal op iets geweldigs voorbereid. En dat is namelijk dat we klaargemaakt worden om de heerlijkheid van Christus te mogen ontmoeten. Om te zien dat hij dadelijk in het Vaderhuis zijn. En dat er door alle moeite heen, dat de Heere God ons klaarmaakt om hem te ontmoeten. En toch is het ook zo dat als u nu door pijn heen gaat en door lijden, ik zie dat ook bij Jeremia, dat ze klagen. Dat ze klagen, dat ze roepen. Wat bent u, God? Jeremia zegt, u bent een onbetrouwbare beek. Moet je voorstellen dat hij zegt, u bent niet betrouwbaar, want ik heb zoveel te lijden. En God, dat is, laat het toe. Hij komt ons daarin echt tegemoet, een uitroep. Ik kan niet meer anders. Ik kan niet meer, Heer. En dat is zo, die troost dat God bij ons is. Job weet de uitkomst niet en wij wel. God wist het van tevoren. Weet u, ik vind het zo belangrijk om te weten en u te zeggen dat God neemt geen risico met zijn kinderen. Hij neemt geen risico. Hij nam geen risico met Job.
Hij wist wat Job kon en aankon. En hij neemt geen risico met u. God heeft ook bij Job alles onder de controle. Hij heeft de Satan volledig in zijn macht. En de Satan kan zo ver gaan als de grens is aangegeven. En dat kan ons ontzettend helpen dat we ook zien dat God niet de rampen veroorzaakt. Maar daar gaat niks buiten Gods plan. Lijden en kwaad horen niet in Gods oorspronkelijke plan. Maar hij gebruikt het slechts tijdelijk om ons te vernieuwen. Weet je, als laatste wil ik zeggen van, hoe weet je nu dat je klaar bent als zo'n ramp in je leven gebeurt? Hoe weet je dat nu dat je dat tegen bestand bent? Een van de belangrijkste dingen is wel om te zeggen dat als u nu een intense relatie hebt met de Heere God, of dat u geen intense relatie hebt, dat maakt wel het grote verschil. Maar weet u, ik moest zo denken aan iets van dat je dus vraagt van Heer, ben ik er klaar voor? Moest ik denken aan iets wat ik gelezen heb van Corrie ten Boom. U weet dat zij een zeer bekende christen is, die de familie die heeft Joden verborgen. En in de Tweede Wereldoorlog komt zij in een concentratiekamp, haar vader en zus ook. En zij sterft, de vader en de zus die sterven. Maar voordat ze in het concentratiekamp gingen, zei Corrie tegen haar vader, vader, hoe weet ik nu dat ik klaar ben als er lijden komt? Want ze zagen ook wel dat het zeg maar heel moeilijk zou zijn dat als er gezien werd dat ze Joden zouden verbergen, dat ze ook naar een concentratiekamp zouden gaan. Hoe weet ik nu, vader, dat ik klaar ben om dit lijden te doorstaan? En toen zei die vader zei tegen haar, Corrie, als we met de trein reizen, wanneer geeft papa je het kaartje? En toen zei Corrie, als de conducteur komt. En weet je, ik krijg de kracht op het moment. Soms bidden we voor kracht, voor lijden, wat er nog niet is. Maar het is geweldig om te zien dat God eigenlijk ons de kracht geeft op het moment dat het nodig is. Ik wil afsluiten met het volgende. Het eerste is namelijk, we hebben gezien bij Job, er zijn grenzen gesteld. Dat de Satan, die wordt grenzen gesteld, zodat God geeft de maat aan. Er is één mens en één persoon waar geen maat werd gezet aan het lijden. Omdat God hemzelf verbrijzelde. Dat was met een grenzeloze macht en een grenzeloos lijden. En dat was Jezus. Er werd geen maat gezet. Er werd geen grenzen werden gesteld. Als je Psalm 22 leest, of Jesaja 53, dan zie je dat hij vermorzeld werd en dat hij als een schuldoffer lichamelijk, geestelijk en zijn ziel tot schuldoffer stelt en God hemzelf verbrijzelt. Zijn toorn uitgiet over zijn zoon. Een grenzeloze macht en grenzeloos lijden. En hij sterft. Voor wie? Voor de heerlijkheid van God en voor u persoonlijk. Om Gods heerlijkheid te tonen door het lijden heen. God heeft aan het kruis het meest gesproken. Het ene wat hij heeft laten zien is de liefde voor u door het lijden heen en zijn rechtvaardigheid. En dat gebeurde aan het kruis. En daarin mogen we mogen we gaan zitten en zeggen, Heer, ik wil naar u kijken. Ik wil zien op u. Ik wil Jezus zien. Alles om me heen weg en ik wil Jezus zien. Want hij, als hij hier zit, met diepe pijn en diep verdriet en grote rouw, dan kan niemand van ons zeggen, ik weet waar je doorheen gaat. Zeker niet als je niet er doorheen gegaan bent. Maar Jezus kan het wel tegen je zeggen. Omdat hij er doorheen is gegaan.
En dan in de mate die grenzeloos was, die door God zelf verbrijzeld werd. Laten we zo even stil zijn. Dank u, Vader, dat u door alles heen Jezus openbaart. Dat we naar hem mogen zien. En hij kan ook tegen ieder persoonlijk hier zeggen, ik weet daarvan. Ik ken en weet je lijden. En je tranen vang ik op in de kruik. Ze worden opgeschreven in een boek. Het is kostbaar. En ik weet waar je doorheen gaat. En dat is genoeg, Heer.